Ik heb al eens een webles besteed aan de formules van halveringstijd en halveringsdikte. En dat zijn deze twee formules. En we hebben daar een stappenplan, een plan van aanpak gemaakt uh, om deze formules op te lossen. Zit je nu echter op de HAVO, dan kun je het een en het ander wat vereenvoudigen, wat vergemakkelijken. En daarom dat ik uh, een tweede filmpje heb gemaakt, ook over de halveringstijd en halveringsdikte. Maar dan specifiek voor jullie, de HAVO-leerlingen. En een derde formule staat er trouwens niet bij, want je hebt natuurlijk een formule voor de hoeveelheid stof en de halveringstijd. Een formule voor de intensiteit en de halveringsdikte, dat is de formule rechts. Maar je hebt er nog een voor de activiteit, die je ook in de loop van de tijd afneemt. En daar heb je ook de halveringstijd nodig. Uh, ik heb hem er hier niet bij staan, maar de, de aanpak is precies hetzelfde. Oké, okay, hoe ziet ons plan van aanpak eruit? Als we uh, te maken krijgen met een opdracht waarbij we moeten gaan werken met de halveringstijd of de halveringsdikte, nou, stap 1 is uh, eigenlijk heel simpel. Ik geef je uh, als tip om de formules die hierboven staan gewoon lekker te vergeten. Daar gaan we geen gebruik van maken. Um, we kunnen het een stuk eenvoudiger doen en dan hebben we die formules ook niet nodig. Stap 2 is dat je altijd even goed moet kijken in de opgave. Um, wat weet ik al? En je hebt altijd te maken met een beginhoeveelheid of een beginintensiteit, een eindhoeveelheid of een eindintensiteit, en dan een hoeveelheid halveringstijden of halveringsdiktes. En halveringstijden en halveringsdiktes van verschillende elementen en verschillende stoffen kun je ook nog in de binas opzoeken. Maar je hebt altijd te maken met drie elementen, waarvan er twee gegeven zijn, en de derde die kun je dan uitrekenen. Dan gaan we gebruik maken van het uh, wat ik dan noem delen door twee trapje. Dat is een naam die ik zelf heb uh, bedacht. Ik zal het dadelijk laten zien. Ik zal het even snel toelichten wat ik daarmee bedoel. En um, als je die nou gebruikt, dan heb je die twee formules. Die moeilijke formules heb je helemaal niet nodig. En uh, tot slot ga je natuurlijk, uh, als je eenmaal uh, de derde um, grootheid weet van die drie, dan kun je gaan werken naar het antwoord. Nou, dat zal ik dadelijk laten zien in een voorbeeld sommetje. Maar eerst even dat uh, delen door twee trapje. Wat bedoel ik daar nu mee? Ja, Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het delen door twee trapje is als volgt. Je begint eigenlijk altijd met 100% uh, op tijdstap TS0 of uh, voor de muur. En die 100% die wordt dan minder. En wanneer je nu precies 1 halveringstijd wacht of 1 halveringsdikte materiaal toevoegt, dan hou je precies de helft over. 50% en dat hoort dus bij 1 halveringstijd of 1 halveringsdikte. Hou je 25% over, ja, dan heb je nog eens keer de helft gepakt van die 50% en dan heb je twee halveringstijden. En zo kun je verder gaan: 12,5%, 6,25%, etc. Um, tot, ja, je hebt sommetjes waarbij je 10 uh, halveringstijden moet uitrekenen. Um, hou het dan lekker simpel. Ga dan gewoon 10 keer delen door 2 op je rekenmachine doen. Want wat is nu de truc op HAVO als jij een opgave uh, krijgt? Dan, zijn, uh, dan heb je altijd te maken met hele getallen van halveringstijden of halveringsdiktes. Je, ko je komt er altijd uit als je dit trapje gebruikt en je hebt dus die formules helemaal niet nodig. Nou, het wordt tijd voor een voorbeeldje, een voorbeeldopgave en dat is deze. En die heeft te maken met C14-datering. Dat is een bekende toepassing waarbij je gebruik maakt van de halveringstijd van uh, het isotoop koolstof 14. En de truc is dat uh, zolang je leeft als mens, dier of plant, dan adem je C14 in en uh, jouw niveau, jouw concentratie C14 in jouw lichaam is dan constant. Maar op het moment dat je overlijdt, dan zal de uh, concentratie C14 in de loop van de tijd afnemen, want C14 is een instabiel isotoop. En heeft een halveringstijd. En als je maar lang genoeg wacht, dan zal al het C14 verdwenen zijn. Nou, Met die kennis kun je van oude materialen kun je gaan onderzoeken hoe oud ze zijn. Eigenlijk ga je onderzoeken op welk moment dat dat materiaal stopte met leven. En daar gaat deze vraag over. We hebben een monster van een oude boomschors. En door meting zijn we erachter gekomen dat 87,5% van de oorspronkelijk aangetroffen C14 is verdwenen. En de vraag is hoe oud is dit monster? Nou, dan gaan we aan de hand van ons plan van aanpak houden doen. Nou, stap 1 is natuurlijk heel makkelijk, want stap 1 luidt we gaan de formules gebruiken, maar dat doen we dus niet. En stap 2 is we gaan eens even goed kijken wat is er eigenlijk allemaal gegeven. En in dit geval uh, mag je gewoon zeggen dat de oorspronkelijke concentratie of oorspronkelijke hoeveelheid, die mag je 100 noemen. En eh, er is 87,5% verdwenen. Dat is een beetje een instinker, want eh, in, de op, in, in de formules gebruik je altijd de hoeveelheid stof die je over hebt. En als 87,5% verdwenen is, dan hou je nog 12,5% over. De halveringstijd kunnen we ook opzoeken in BINAS, en die bedraagt voor C14 5736 jaar. En er is eigenlijk nog maar één ding wat we moeten opzoeken, dat is namelijk hoeveel halveringstijden zijn er verstreken. Hoeveel halveringstijden moet je verder gaan? Wil je 12,5% overhouden van de oorspronkelijke 100%? Nou, dan gaan we stap 3 uh, gebruiken. Dat is ons uh, trapje. En we gaan gewoon zeggen: Oké, okay, 100%, daar beginnen we mee. Ik ga delen door 2. Hou ik 50% over? Delen door 2. 25% delen door 2. 12,5%. Hoeveel keer heb ik moeten delen door 2? Drie keer. Dan heb ik dus drie halveringstijden gewacht. Stap 4 is. Uh, Even, tussen haakjes, even het antwoord geven, want ze willen weten hoe oud is dit monster. Nou, we hebben nu alle gegevens. We weten dat we drie halveringstijden hebben moeten wachten. En we weten dat één halveringstijd 5736 jaar duurt. Dus eh, drie halveringstijden, dan zit je om iets meer dan 17.000 jaar. Dus die boomschorst die is iets meer dan 17.000 jaar oud.